Deze calorie, Sopit, daar is vandaag feest. Dat klopt. We hebben de examenexpositie. Ieder jaar leerlingen van HAVO 5 en V6 hebben hun praktijkwerkstukken hier opgesteld. En we gaan vanmiddag proosten op het geslaagde resultaat. Is dit de eerste keer dat jullie dit doen? Nee, dit is het 6e jaar. En we breiden ook uit. We begonnen met alleen de examengroepen. Maar we hebben sinds 2 jaar ook de werkstukken van HAVO 4 en HAVO 5. Dat zijn leerlingen die volgend jaar examen doen. Hebben er ook bij staan. Kan je iets over het vak vertellen? Nou, het heette vroeger handvaardigheid. Vaak is dat verduidelijkt dat ook de term 3D, beeldende vorming 3D. Alle technieken komen aan bod. Leerlingen krijgen 4 uur in de week in het examenjaar. En ook als een soort voorbereiding om portfolio op te bouwen voor een kunstvervolgopleiding. Ze kunnen zo met een mooi portfolio van de laatste 2 jaar handvaardigheid kunnen ze naar de kunstacademie. We gaan vanaf volgend jaar ook het vak verbreden met een wat meer technische component, art en design. Ook meer technolab opdrachten wordt dat genoemd. En hopen ook toch wat, net wat meer jongens en wat meer leerlingen uit de technische profielen aan te trekken. Als kinderen deel willen nemen aan dit vak, begint het al in de brugklas? Ja, ze krijgen vanaf het eerste jaar en handvaardigheid en tekenen. En dat krijgen ze ieder jaar. Ze kiezen in de derde in de HAVO en op het VWO in de vierde om verder te gaan. En vanaf volgend jaar bij Art en Design kunnen ze ook tweedimensionaal examen doen. Ja. Wat vind je zelf van al die kunstwerken? Nou ja, ik vind het geweldig natuurlijk. En uiteraard is er ook wel kwaliteitsverschil, dat hoort ook zo. Maar ik moet wel zeggen dat iedereen zich enorm verbeterd heeft zo in het afgelopen jaar, afgelopen 2 jaar. Maar dit zijn echt wel de meesterstukken. Dit is jouw kunstwerk. Kan je er iets over vertellen? Ja, ik heb gekozen voor het gedicht. En in het gedicht vertellen ze dat iets verpakt zit in een droom. Dus ik heb gekeken wat kun je verpakken in een droom. En daar denk ik meteen bij aan liefde. Dus ik heb bedacht wat is een symbool voor de liefde. Dat zijn bloemen. En een symbool voor verraad. Wat dus verpakt zit achter nepliefde. Zijn slangen. Dus ik heb bloemen verpakt in slangen. Waar heb je dat van gemaakt? Nee, ik heb mijn geraamte gemaakt van papier mache. Of van gaas. En daar papier mache om gedaan. En daarna geverfd. En met schubben van gesmolten lijm de details erop gemaakt. Dus je wist van tevoren eigenlijk wel van dit gaat het worden? Ja, dat wist ik wel. Ja, ik had een heel duidelijk idee van wat ik wilde maken. Heb je wel eens dat je een kunstwerk maakt en dat je onder je handen eigenlijk het kunstwerk ontstaat? Oh ja, dat is eigenlijk wat ik meestal doe. Ik hou helemaal niet van schetsen eigenlijk. Maar omdat met zulke opdrachten een schets een deel is van je eindcijfer, was het dit keer wel de bedoeling dat ik een duidelijke schets op beeld zette. Wat ga je hierna nu doen? Ik ga nu een kunstoriëntatiejaar doen om verschillende soorten kunst uit te proberen. En daarna ga ik kijken wat voor soort kunstopleiding ik wil gaan doen. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een beeldje gemaakt van baby Jezus die dansend de kribbe uitkomt. Als symboliek voor het begin van de jaartelling en feestend vanaf het begin. Wat was je opdracht? Je moest een kunstwerk maken met feest van het begin als thema. Dus daar heb ik mijn beeld op gebaseerd. Hoe kwam je op dat idee? Het was eigenlijk het eerste idee wat bij me opkwam. Dus ik heb dat meteen getekend en daarna heb ik het meteen gemaakt. En is het geworden zoals je zelf had gehoopt? Nee. Ik had hem, origineel wou ik hem normaal kleuren, dus huidskleur en normaal en ook het haar van klei maken. Maar daar had ik helaas niet genoeg tijd voor. Dus toen koos ik ervoor om het een meer feestelijke voorstelling van te maken. Dus heb ik in plaats van huidskleur allemaal primaire kleuren gebruikt en goud. Het is een heel leuk effect geworden. Heel anders dan ik eigenlijk bedacht had, maar het is wel nog leuk. Ik heb een carousel gemaakt met 3 levensfases. De ene staat voor verdrietig, depressie. De andere kamer staat voor neutraal. En de laatste kamer is kermis, dus heel vrolijk. En ik wilde daarmee zeg maar een alter ego creëren van een persoon. Eigenlijk iemand die zich anders voordoet, maar in werkelijkheid zich diep van binnen heel verdrietig voelt. Dus eigenlijk een heel emotioneel kunstwerk eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar waar heb je het eigenlijk van gemaakt? Ik heb het van hout vooral gemaakt. Dan bekleed met stof en met draad. Wat was precies je opdracht? Je moest uit verschillende onderwerpen kiezen. En ik had dan voor alter ego gekozen. En dan moet je zelf
iets erbij bedenken. Het moet niet te letterlijk genomen zijn, dus er moet wel echt een idee achter zitten. Nou ja, ik vind het fantastisch. Ik zelf eigenlijk vroeger ook heel creatief, maar ook tekenen als examenvak gedaan. En eigenlijk achteraf nooit iets mee gedaan, wel willen doen. En dat zij eigenlijk nu datzelfde heeft, datzelfde talent, maar daar wel iets mee doet, ja, dat doet me wel wat. Als u hier al die kunstwerken ziet, wat vindt u daarvan? Het grappige is, als je sommige opdrachten ziet, hoe dezelfde opdrachten door verschillende kinderen totaal verschillend geïnterpreteerd zijn. Ja. En ze denken er echt over na. Het is echt iets, ja, alles heeft wel wat.